Het is ongelooflijk druk. Daar zijn we heel erg blij mee. Van harte welkom allemaal op het landelijk jaarcongres van de maatschappij. En intussen vraag ik hier op het podium mevrouw Geke Faber, de burgemeester van Zaanstad. Hartelijk welkom hier. En Luc Mannaerts, de landelijk voorzitter van de maatschappij. We hebben veel meer transparantie gegeven. We hebben tegen de departementen gezegd, wij zijn er voor jullie. Wij proberen voor jullie zoveel mogelijk zaken neer te zetten, maar jullie moeten het doen. Mm-hmm. Maar we hebben ook gewoon een aantal initiatieven genomen, verbinding gezocht met een aantal organisaties zoals de Koning Willem I-prijs. Waar Zaanstad dus door opvalt, is dat wil ik ermee zeggen, de enorme stadsvernieuwing die de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. En dat zou je kunnen zien als een soort voorbeeld van de ondernemingszin, het lef, laten zien dat je er bent, laten zien dat je de handen uit de mouwen moet steken, dat er geïnvesteerd moet worden, omdat je dan ook weer de revenue daaruit terugkrijgt. Ik zei het al, stilte. Af en toe hebben we even een moment van rust nodig om überhaupt die wereld te kunnen handelen. Nou, er is iemand die heeft daar een product voor bedacht. Dit is het Ostrich Pillow. Stel nou dat dat rechts, hè, die jongen ligt op zijn bureau even een slaapje te doen. Stel dat dit sociaal aanvaard zou worden, dat iemand even 10 minuten er even niet is. Een analoge connectie maken, ja, vaak gebeurt dat dan wel om te beginnen via een datingplatform, ook bij Fok en Sukke. En wanneer gaan we nou lezen, wandelen, rode wijn en klassieke muziek? En dan had ik uiteindelijk dat nieuwe scherm waar je het over had, wat niet alleen touch, maar ook feel is. En daar had ik dit mee. Fok en Sukke vonden het een onvergetelijke experience. Wauw, het leek wel zo'n computerscherm waar je echt voelt wat je ziet. En wat ook veel beleidsmakers en ook veel ondernemers denken, is dat Nederland plat is. En dat overal op elke plek de economische prestatie hetzelfde kan zijn als we maar goed ons best doen. Nou, dat is niet zo. De stedelijke regio's doen ertoe. Dat is waar het sterk gaat groeien. En de rest is, ik heb haast, dus ik zal het kort door de bocht formuleren. En de rest van Nederland is gewoon einde oefening, vooral de blauwe gebieden. Nou, wat zijn dan typische situaties waarin je een investeerder in je bedrijf zou kunnen binnenhalen, als je dat zou willen? Dat is heel typisch, dat zie je hier al, groei. En vaak is het dan zo dat de bank die groei niet helemaal kan of wil financieren. Mirjam Bink is hier nieuw en zij vervangt Hans Biesheuvel, die helaas verhinderd was vanmiddag. Als ik één ding heb geleerd. Wat kan je nou bieden in zo'n krimpregio aan ondernemers? Wat je kan bieden is stilte bijvoorbeeld. Dat wordt straks goud waard. Maar ik was aangenaam verrast door de stappen die Zwolle in die tijd gemaakt had dat ik weg was. De regelgeving dat een ondernemer... Als ik in de eerste presentatie hoorde... Doe waar je goed in bent en verbind de rest.